In deze les wat meer over de kleurenkiezer, die in de vorige les over voor- en achtergrondkleuren al eventjes aan de orde kwam. Als ik op zo'n voorgrondkleur, in dit geval zwart, klik, dan verschijnt die kleurenkiezer. En dan verandert mijn cursor in een pipetje. Niet alleen kan ik dan in de kleurenkiezer een bepaalde kleur kiezen, ik kan ook in de foto zelf gaan staan en daar een kleur kiezen, door simpelweg op een plek te klikken waarvan ik de kleur zou willen hebben. Je ziet nu dat in de kleurenkiezer die betreffende kleur geselecteerd is. En als ik dus nu op OK druk, dan zie je dat mijn voorgrondkleur veranderd is in de kleur die ik daarnet heb opgepikt. Er zijn een paar gereedschappen die rechtstreeks verband houden met de kleurenkiezer. Zo zie je hier een gereedschap in de vorm van een pipetje. En als ik daarop klik, verandert direct mijn cursor, dus zonder dat de kleurenkiezer in beeld moet komen, in dat pipetje. En als ik bijvoorbeeld deze bruine tint zou willen hebben, ga ik daar gewoon op staan, klik een keer en je ziet dat mijn voorgrondkleur veranderd is in die bruine tint. Ook het gewone penseel heeft die mogelijkheid, maar daar heb je de Alt-toets bij nodig. Als ik het penseel kies en vervolgens ergens in de afbeelding ga staan op een plek waarvan ik de kleur zou willen hebben, ik zal mijn penseel daarvoor wat kleiner maken nu. Druk vervolgens de Alt-toets in, dan zie je dat mijn cursor verandert in datzelfde pipetje als net. Als ik nu één keer klik, met ingedrukte Alt-toets dus, is die kleur geselecteerd en heeft de voorgrond die kleur gekregen.